Dag Zoe, we staan hier op de persvoorstelling van Miss Elegance. Ja, stel je eens even voor, alstublieft. Ik ben Zoe, ik ben 25 jaar. Ik woon in Blankenbergen met mijn vriend. Ik ben afgestudeerd als kapster en momenteel zoek ik werk. Ja, ja. Hoe komt het dat je in hebt geschreven bij Miss Elegance? 2 jaar geleden heb ik een hele zware depressie gehad. Ik ben er nog tegen aan het vechten natuurlijk. Ja, dat is niet op 1, 2, 3 voorbij. Een zware opname gehad van 6 maanden en... Ja, nu sta ik echt wel sterker dan voordien. En ik wil gewoon tonen, al wat je ook meegemaakt hebt, je kan er sterker uitkomen. Hoe komt dat zo op jonge leeftijd, zo'n depressie doen? Een hele zware jeugd gehad. Ja. Zwaar gepest geweest, thuis het niet makkelijk gehad. En ja, op den duur weegt dat natuurlijk psychisch een beetje door. En nu ga je het avontuur aan bij Miss Elegance. Wat staat er zo op het programma de volgende maanden? Heel veel fotoshoots. We hebben ook nog een teambuildingsweekend. Heel veel toffe dingen. Ja, ik kijk er enorm naar uit. Wat vinden we vrienden en omgeving ervan dat je meedoet? Mijn vriend vindt dat fantastisch. Hij heeft gezegd van kijk, hij wil dat. Hij gaat ervoor. Mijn meter is hier aanwezig. Mijn meterkindje is aanwezig. Dus ze steunen mij echt allemaal. Ja. Dus dat is echt super fijn. Ja, dat is wel plezant eigenlijk. Ja, inderdaad, ja. Inderdaad. Wat wil je bereiken zo met Miss Elegance mee te doen? Meer zelfvertrouwen. Vrienden opbouwen. En gewoon het leuke avontuur beleven met 8 leuke meisjes. Ja. En er een toffe tijd van maken. Ja, dat moet wel lukken, hè. Waar wil je binnen 5 jaar staan? Ik zou graag een eigen zaak hebben als kapster aan huis. En voor de rest zien we wel. Als we nu jou beter willen leren kennen, wat moet ik dan zeker weten over u als meisje of als vrouw? Ja, dat is een moeilijke vraag. Inderdaad. Ik hou immens van kindjes. Heb je zelf ook al kindjes? Nee, helaas nog niet. Dat is van de misverkiezing. Ja. Dan willen we er wel graag aan beginnen. Ja. Dus daar staat ook nog een project te wachten voor mij van lange adem. Maar ja, ik ben stapelzot van kindjes. Ik werk graag. Het gekke, want niet iedereen doet dat, maar ik werk enorm graag. En ik doe enorm graag de mensen hun haar opsteken. Vind ik fantastisch om te doen. Oké. Fijn, dat is een mooie afsluiter. Ja, ik wens je alvast heel veel succes. Dankjewel. Voilà.